Nou, welkom en leuk dat je afstemt op deze nieuwe editie van Magic Mondays. En wat je vandaag gaat doen tijdens deze video is meer ruimte in je hoofd creëren. En dat klinkt een beetje gek en misschien is dat ook wel zo, maar dat kan je enorm helpen om wat relaxter eigenlijk in je hoofd te zitten, zou ik willen zeggen. Nou, om te beginnen, zoek een fijn plekje op waar je rustig kan zitten. Of liggen als je dat fijn vindt. En sluit je ogen. En wat ik je wil vragen, is om de aandacht te verplaatsen naar je hoofd. Ga daar gewoon met je aandacht naartoe. En richt dan eens je aandacht op je hersenen. Die zitten boven in je hoofd. Linker en rechter hersenhelft. Je hoeft het helemaal niet precies te weten, maar stel je dat gewoon voor. Vraag dan eens aan je lijf of er meer ruimte beschikbaar is in je hersenen. Kijk eens gewoon wat er terugkomt. Dan gaan we meer ruimte daar maken. En dat doe je door het uit te laten breiden. Naar buiten toe. Stel je gewoon voor dat je de energie groter maakt daar. Maar ook van achter naar voor. En van voor naar achter. En ook naar binnen toe. Dat is vaak iets wat we vergeten. En stel je dan voor dat je eigenlijk ook even je hele hoofd en schedel meeneemt. Je hersenstam die zit onder je hersenen. Loopt iets meer naar achter. De band die om je hoofd zit als het ware. Als je het als een band zou zien. Maar ook gewoon je hele schedel, je hoofd als het ware. De buitenkant van je hoofd. En vraag daar gewoon ook allemaal om meer ruimte. En dan ontstaat er als vanzelf meer ruimte. Het is ook niet iets wat je heel per se heel erg moet voelen. Dat denk je misschien wel, maar weten gaat eigenlijk automatisch. Het is niet per se zo dat je het hoeft te voelen. Oké. En dan gaan we die ruimte ook echt, die ruimte die je in je hoofd en in je hersenen hebt gemaakt, die gaan we naar buiten brengen. Ga je echt groter aanzetten dan je lijf. Maak die energie veel groter. Dat is misschien een beetje gek als je dat voor het eerst doet. Maar hierdoor kan je ook meer bewustzijn ervaren. Je verruimt je bewustzijn feitelijk. Waardoor je eigenlijk veel meer gebruik kan maken van de werkelijke capaciteit van je hersenen. Van datgene waar je op intuned. Laat het gewoon aan alle kanten als vanzelf uitbreiden. Meer en meer. Oké. En tegelijkertijd dat jij dat uitbreidt en groter maakt, laat het nog steeds groter worden, kun je ook een beweging aan de andere kant aanzetten door energie aan te trekken. En daar hoef je ook weer niet heel veel moeite voor te doen.
Stel gewoon de vraag dat je energie wil aantrekken en het gebeurt. Zo simpel is het. Dan kan je ook energie ontvangen. Dan maak je eigenlijk meer gebruik van de mogelijkheden, de werkelijke ware mogelijkheden van je hoofd en hersenen. Maar niet vanuit zo'n verkrampte manier, maar vanuit de ruimte die het is. En de echte potentie. Oké, en blijf dat nog even doen. Die ruimte uitbreiden en tegelijkertijd energie aantrekken. En daarmee zet je een beweging in gang. En het is daarnaast een hele fijne manier om ontspannen in je hoofd te zijn. Oké. Dan mag je jezelf bedanken. Je mag je ogen weer open doen. En dan mag je de oefening afronden. En zo zie je maar hoe simpel energie werkt. En hoe fijn dat ook is. En met hele simpele energetische oefeningen kun je ontzettend veel veranderen in je werk of business. Eigenlijk heel simpel, heel makkelijk en moeiteloos. Nou, als je het leuk vindt daar wat meer over te willen te weten, of als je het leuk vindt om echt een reading bij mij te boeken, een werk of business reading, dat wel, dan kun je naar mijn website gaan. Ik zal de link ook hier in de comments delen. Reading kost €99. En dan kijk ik dus een laagje dieper. Dus niet hetgene naar wat je zegt of wat je doet, maar wat daaronder verborgen zit. En dat kan je heel veel inzicht geven. En je echt helpen die stap te zetten waar je misschien al tijden tegen aanhikt, of wat maar niet lukt, of waar je elke keer tegen dezelfde valkuilen stapt. Daar gaat een reading je echt bij helpen. Ik wens je nog een fijne dag toe. Dag.